Kijk, het veld waar het om gaat is dat, zeg maar. Dat is nu nog gras. En volgend jaar liggen daar dus weer de lelies. We halen heel graag de briefjes uit de brievenbus. Maar goed, ja, dan fietsen dus langs een veld vol gif. Zolk is nat, hè? Ja. En bij wijze van spreken, zoals we nu in de regen staan en nat worden en doordrenkt worden van het water. Ja, zo worden we eigenlijk ook doordrenkt van het gif. Letterlijk. Ja, ja. Het is gewoon overal 24 uur per dag, 7 dagen per week. Al 15 jaar maken bewoners in de gemeente Westerveld in Drenthe zich ernstig zorgen over het gebruik van landbouwbestrijdingsmiddelen in hun omgeving. Boeren zijn hier voor een deel overgegaan op sierbollenteelt. En dan met name de lelieteelt. En wat blijkt, de lelieteelt is kampioen gebruiker bestrijdingsmiddelen. Hoe vaak wordt er dan gespoten per maand? Nou, per week. Minstens 1 keer in de week. Ja. En het gekke is, het gaat niet om één veld, maar daar verderop aan de overkant van de weg ligt weer een ander veld. Ook een 50, 60 meter van de woning. Daar ligt een veld. Dus je wordt omgeven door meerdere teelten. Dus ja, je krijgt gewoon meerdere keer per week met die bespuitingen te maken. Even ter vergelijking. Hoeveel bestrijdingsmiddelen worden er eigenlijk gebruikt in de landbouw? Voor tarwe wordt 1,7 kilo bestrijdingsmiddel gebruikt per hectare. Voor tulpen is het ruim 27 kilo per hectare. Appels bijna 31 kilo. En de lelieteelt spant de kroon met 124,5 kilo per hectare. Een aantal bewoners in Westerveld heeft zich verenigd in een belangenorganisatie. Meten is weten. Op initiatief van dit collectief zijn grondmonsters genomen en die zijn voorgelegd aan een toxicoloog. Wat vindt u nou de opmerkelijkste uitkomsten? Twee dingen. Dat de concentraties van een aantal bestrijdingsmiddelen heel erg hoog zijn. En dat we heel veel bestrijdingsmiddelen zien. En die bestrijdingsmiddelen, dat lijkt eigenlijk een soort spiegel te zijn van wat daar de afgelopen 5 tot 10 jaar gebruikt is voor verschillende gewassen. Dus het is niet verdwenen, het blijft in de grond zitten? Nee, het is opmerkelijk hoe hoog de concentratie van sommige stoffen zijn. En klaarblijkelijk worden die stoffen dus slecht afgebroken in het milieu en zitten jaren later nog in relatief hoge concentraties in die grond. Natuurgebieden en tuinen van woonhuizen waar sporen aangetroffen worden van bestrijdingsmiddelen. Hoe gevaarlijk is dat? Ja, er zijn eigenlijk geen echte normen voor concentraties van dit soort bestrijdingsmiddelen in de grond. Maar als je kijkt naar de gehaltes die ze nu vlak bij die huizen vinden, dan zou ik liever niet zien dat bijvoorbeeld mijn kinderen of kleinkinderen op de grond spelen waar dit soort stoffen in zitten. Gisteren is een convenant afgesloten tussen de gemeente, de boeren en burgers over het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Maar met het gebruik van de middelen zelf is niets mis, zegt de wethouder. Mensen gebruiken producten die zijn legaal. Deze mensen gebruiken de producten op een manier zoals de wetgever dat toestaat. In de frequentie zoals de wetgever dat toestaat. Het is wat anders dan dat je tijdens het gebruik rekening houdt met je omgeving. En dat is nou juist wat de geest van dat convenant is. Er ligt nu dus een convenant. Maar wat houdt dat in? De wethouder spreekt liever over gedragsregels. Bijvoorbeeld dat in het kader van de lelieteelt, dat je natuurlijk op het moment dat de teelt begint en even om je heen kijkt als teler en zegt oké, daar wonen mensen, ik ga even uitleggen wat ik ga doen. Of ik ga nu een stuk grondbewerking doen, ik ga even uitleggen waarom ik dat doe. Of ik ga nu bijvoorbeeld spuiten en ik ga even uitleggen waarom ik dat doe of waarom nu juist niet, omdat de wind dat niet toestaat. Het gebruik van grote hoeveelheden bestrijdingsmiddelen is dus legaal. Maar volgens de toxicoloog schuilt daarin een groot gevaar voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Nou, we maken ons vooral zorgen voor dit soort stoffen, als je dan in te hoge concentraties wordt blootgesteld, op de effecten op het ontwikkelende kind. Er zijn stoffen die werken op hersenontwikkeling, er zijn stoffen die werken op, zeg maar, in de puberteit komen. Ik denk dat we ons het minste zorgen hoeven te maken eigenlijk over de risico's van bijvoorbeeld kanker. Dat zal over het algemeen meevallen. Martijn Mollema is huisarts. Hij heeft zich verdiept in de werking van deze toxische stoffen en is daar behoorlijk van geschrokken. Die middelen zijn per definitie schadelijk en giftig voor bijvoorbeeld het zenuwstelsel van insecten. Dat is de bedoeling dat die middelen insecten om zeep helpen. En dat insectenzenuwstelsel, dat werkt ongeveer net hetzelfde als ons zenuwstelsel. Dan kun je nog denken, als je 80 kilo weegt en volwassen bent, wat maakt het uit? Maar kijk je naar een kind van een paar maanden oud en kijk je al helemaal naar een embryo in de buik. Een heel klein kindje, dat is op een gegeven moment net zo groot als een insect. Dus ja, ik maak me absoluut zorgen en niemand praat me daarvan af. Vindt u dat de normen aangescherpt moeten worden door de centrale overheid? Ligt eraan, wat verstaat u onder normen? Nou ja, hoeveel gif je mag gebruiken. Als dat deel uitmaakt van wet en regelgeving op enig moment, dan vind ik dat, ja.
Als blijkt, en daar zal een gezondheidsonderzoek ligt daar vaak de grondslag aan, als blijkt dat inderdaad dit soort producten een effect hebben op de volksgezondheid, dan vind ik dat ook de overheid zijn verantwoordelijkheid moet nemen. De minister is dus aan zet, maar voor Martijn Mollema gaat het allemaal veel te langzaam. Hij is nu al jaren in gesprek met de gemeente en de boeren en er gebeurt helemaal niets. Jullie vertrekken als gezin, jullie ja. gaan naar Zeden. Ja. Deel van het huis hebben jullie met je eigen handen weer opgebouwd. Ja. Doet het pijn om dan weg te gaan? Veel pijn. Ja, we hebben daar heel veel verdriet van gehad. Ja, we hebben er letterlijk alles ingestopt wat we hadden. En we hadden hier groot uit te kunnen worden. Ja, dus dat is een grote desillusie gebleken. We gaan op zoek naar een mooie nieuwe plek, maar niet meer in de buurt van de landbouw. Nooit meer.